Stemmen binnen Defensie liet al weten dat het leger grote moeite heeft om al het materiaal dat premier De Croo beloofd heeft ook daadwerkelijk geleverd te krijgen. Klopt dat? Ja, nee. Ik kan u alleen maar zeggen dat wij in nauwe samenspraak met het kabinet van de premier er alles aan zullen doen om het toegezegde materiaal... Oh, sorry, wacht. Oh, nee, hier. Het is hem. Die in De Croo maar is al heel de week ontbellen, hè, en blijten. Hè. Ja, maar Lander, hebben wij echt niks meer om aan meneer Zelensky te kunnen geven? Ik zeg, Alexander, wij hebben niks niet meer. Stop met zo graaf te doen tegen die Zelensky. Je zit Alexander De Croo, hè, niet Alexander De Grote. Ik ben speciaal voor hem nog eens in een depot gaan zien. Ik heb hem teruggebeld. Ik heb gezegd, wel Alexander, ik heb iets gevonden waar we de Russen fameus mee kunnen doen zweten. Draadterrasverwarmers. We hadden hier nog staan van een Defensie winterbarbecue. De premier heeft ook 3 miljoen liter mazout beloofd aan het Oekraïense leger, maar er zijn blijkbaar niet genoeg tankwagens om al die brandstof ginder te krijgen. Kijk, we zijn ermee bezig. Het enige wat ik u kan zeggen is dat Defensie alle opportuniteiten benut om die mazout ook effectief in Oekraïne te krijgen. Ik wil er trouwens aan denken dat ik nog tegen die 300 militairen die morgen naar Roemenië vertrekt moet zeggen dat ze niet van hun drinkjebus mogen drinken. Oh, sorry. We hebben vanachter nog 10 van die dozen met camouflage net gevonden. Moeten die ook mee naar Oekraïne? Ah ja, dat is nog wel goed misschien. We moeten wel hier nog een manier vinden om die camouflage netten ongemerkt in Oekraïne te krijgen. Oh ja, sorry, koppes. Ik had dat nog moeten zeggen. Niet van hun drinkjebus drinken, dat is maar zoet. Kunnen zwaaien? Jij ook? Ja? Ik stond dus in voortdurend encrypted contact met de volledige legertoppen. Maar omdat de Russen ons niet zouden kunnen traceren, hebben wij ons WhatsApp-groepje Kerstfeestfamilie Cobart 2017 genoemd. Daar gaan ze niet gaan kijken, hè? Hé. Hey. Maar pas op, wij moeten ook constant voorzichtig blijven. Hè? Ik heb gisteren bijvoorbeeld een bericht gestuurd in de verkeerde familiegroep. En dan weten tante Leen en tante Els de vermoedelijke locatie van die kernraketten in Donetsk. Maar die gaan er dan niet veel mee doen, hoor. En alles gebeurt in nauw contact met de NAVO-top. Godverdomme, hè. Het zal onze Napoleon weer zijn. Ah nee, hier, wacht. Plus draad 80, wat is dat? Dat is Oekraïne, dat is Oekraïne. Yes, hello, Lander Cobart. Yes, Mr. Zelensky. Yes, 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 yes. Yeah, everything is on its way. The 200 missile launchers, camouflage netten, NAFT. Yes, it's all coming... No, thanks, thanks, thanks. You keep saying thanks. I say no thanks. It's with pleasure that we do that. If our minister De Croo promised something, he does it. Just like the kernuitstap. Yes, oké. Okay. Yeah, yeah. Amusement, eh? No thanks, no thanks. Ja, het amusement is nou misschien niet direct... Oh! Wat is dat? Zeg, mannetjes, wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn die granaten van meneer Zelensky aan het testen. Jullie weten ook dat je zo'n granaat dat je dat maar één keer kunt gebruiken, hè? Dus meneer Zelensky mag rekenen op 199 raketwerpers. Allee! 198. Mannetjes, sorry, ik moet er hier even gewoon regelen. Maak er iets schoon van. Ja. Terwijl ik een debiel heet die raketwerper vast. Koppes, lot dat los.